En de volgende shout-out is voor het kanaal Ardan Timmer. De meesten kennen Ardan al wel. Maar ik dacht, we moeten toch eens even een aparte video over maken. Toch even een paar dingen laten zien, zeg maar. Kijk maar eens even naar het kanaal. Hier heb je het YouTube-kanaal van Ardan Timmer. En heel simpel, het heet gewoon Ardan Timmer, gewoon zijn naam. 61 abonnees. Dat is op zich niet verkeerd natuurlijk, hè? Want het kanaal is nog niet zo heel oud. Er staan nog maar 6 video's op. Maar je ziet in deze video's in ieder geval wel... Ja, eigenlijk een beetje van het begin tot het einde, hè, tot het klaar is van de video's. En ook een stukje persoonlijk verhaal van hem. Dus, nou, nog geen afspeellijsten en dergelijke, maar dat komt allemaal nog wel. En we hebben een keer in een video hebben we Ardan voorgesteld. En dan heb ik ook een link van de website vermeld. Maar niet echt laten zien. Als je kijkt, hè, schilderijen. Tekeningen, biografie, media, waar die in voorkomt. En dit is ook wel leuk trouwens. Hier heb je een aantal dingetjes. He, dit is mooi, hè? Dit maakt hij dan. Hij is ook cartoonist. En deze, ja, zijn allemaal leuk trouwens, maar deze vond ik wel grappig. Meneer, je weet ook wel dat een Boeddha alleen geluk brengt als je hem krijgt. Die koopt van Boeddha beeld. Ja. Misschien heeft hij hem ook al gekocht om aan iemand te geven. Maar dan, heel veel mensen weten dat helemaal niet. Dat hij toch, ja, de Ardan toch boeddhistisch is. Is dat wel eens leuk, zeg maar, om dat soort dingen te bekijken. Zou het ooit nog lente worden? Ja, elk jaar weer. Nou, voor degene die nog niet geabonneerd zijn op het kanaal van Ardan Timmer, en dan zou ik zeggen, abonneer je, want dit is echt interessant. We gaan hem binnenkort nog eens een keer interviewen. Dan zie je nog eens een andere kant van Ardan. Maar in ieder geval, ik klik even weer terug naar de website. Dit zal sowieso ook interessant zijn om hem te volgen. Want hij gaat, zoals ik heb begrepen, gaat hij dus ook, wanneer hij weg is, gaat hij dus regelmatig video's maken.